Princess Peach redden doen we al sinds jaar en dag. In 2013 gooit Nintendo het over een andere boeg. Bowser heeft de halfachtige Sprixies te pakken en in elke wereld in deze game zit zo'n Sprixie verstopt in een kasteel en moet jij haar redden om verder te komen. Helaas Mario, geen kusjes dit keer. Wie dacht dat Super Mario 3D World een soort opgepimpte nieuwe Super Mario Bros was, die heeft het mis. Super Mario 3D World gaat veel verder dan alleen het poezenpak. Er zit een enorme variatie in qua power-ups en dat maakt indruk. Het kattenpak is geweldig, laten we dat als eerst aanstippen. Je kunt krabben, tegen muren oprennen en wat eigenlijk het leukste is, je ziet er ontzettend schattig uit. Als je een beetje goede tv hebt, dan kun je ook de donshaartjes bijna zien zitten. Dit zegt ook wel iets over de kwaliteit van de graphics, die overduidelijk geweldig is. Naast het poezenpak kun je ook kerstjes oppakken waardoor je verdubbelt. Je kunt een legertje aan Mario's om je heen verzamelen om de diverse nieuwe vijanden nu nog beter het hoofd te bieden. Het is wel even puzzelen als je een sprong moet maken, want tegelijkertijd platformen met Mario en zijn drie klonen is een uitdaging. Ook Luigi, Toad en Princess Peach kunnen zichzelf klonen, want die drie zijn in deze game ook kiesbaar als hoofdpersonage. Deze optie is erg tof, want ze hebben de eigenschappen meegenomen die ze in Super Mario 2 hadden. Onze favoriet is Princess Peach, hoewel het gevaarlijk is als je gewend raakt aan het zweefmomentje. Zodra je een ander personage krijgt, val je regelmatig een ravijn in. Toch is het te proberen waard, want de vier verschillende personages bieden ze ook vier iets wat verschillende speelervaringen. Ook als je een verzamelaar bent, kun je je lol op. Mario is niet langer op zoek naar speciale munten, maar naar groene sterren. Soms heb jij zelfs een bepaald aantal nodig om een kasteel vrij te spelen. Zoek de drie verborgen sterren in de levels dus goed. Als je avontuurlijk bent, dan moet je zeker de wereldkaart goed doorlopen. Die is niet langer statisch, waardoor je kunt wandelen waar je wilt en dus ook geheime plekken kunt ontdekken om goodies te halen. Sowieso is deze Mario een ware ontdekkingstocht. Je komt in de levels allerlei nieuwe vijanden tegen, zoals enorme mieren en een soort happertjes. Als je op die happertjes springt, dan veranderen ze in een trampoline. Het is niet allemaal nieuw, want er zijn ook oude bekenden zoals de rugbygasten uit Super Mario World. Als je meerdere keren afgaat in een level, dan krijg je een cadeautje. Je kunt het witte tanuki pak aantrekken waardoor je dan onschendbaar wordt. Natuurlijk kun je er alsnog mee in een ravijn vallen, maar je kunt wel probleemloos door kleine en grote schurken heen wandelen. Wij vinden het jammer dat de levels aan de makkelijke kant zijn. Echter kun je het iets moeilijker maken om met anderen te co-oppen. Als je dan de renknop ingedrukt houdt en je komt te dicht bij je vrienden, dan pak je ze op en zul je ze weer weg moeten gooien. Nu is het sowieso lastig om ze dan veilig te laten landen, maar het vormt natuurlijk ook het ideale recept voor pesterijtjes. Aan de ene kant weet Super Mario 3D World de essentie te pakken van de oude Mario. Maar tegelijkertijd zit de Mario Galaxy twist in de 3D manier van spelen. Je kunt in deze Mario heerlijk platformen, co-oppen, verzamelen en vijanden afmaken. Wij waardeerden vooral de verrassingen in de game en het geweldige levelontwerp, de grote diversiteit in de grappige vijanden en natuurlijk dat enorme scala aan power-ups om te gebruiken. Op 29 november kun jij het ook ervaren, want dan verschijnt Super Mario 3D World exclusief op de Wii U.